Goedendag. Ja, op heel veel plaatsen is de zomervakantie nu echt van start gegaan en we hebben op dit moment ook te maken met prachtig zomerweer in grote delen van Nederland. In ieder geval de afgelopen dagen is dat zo geweest. Vandaag met name in Limburg toch wel enkele buien die nog overtrokken, maar het noorden van Nederland had opnieuw te maken met flink wat zonneschijn. Heel veel van dit soort plaatjes hebben we dus ook wel binnengekregen de afgelopen dagen en of we dat zomerweer ook vasthouden de komende tien dagen. Of dat er toch wat meer wisselvalligheid en koel cool weer aan zit te komen, daar ga ik in deze tiendaagse verwachting verder op in. Daarvoor pak ik eerst even het grootschalige plaatje erbij van het Amerikaanse weermodel. Hier zien we Nederland mooi liggen en ook die buien, die dus met name het zuiden van de Benelux ook aandoen. En als ik de animatie aanzet, dan zien we dat voorlopig die buien in die regio wel aanwezig blijven. Verplaatsen zich uiteindelijk wat richting Duitsland. We krijgen te maken met een rug van hoge druk tijdelijk. Maar op zaterdag en ook op zondag tijdelijk een westelijke aanvoer. Waardoor op die dagen dan tijdelijk ook de wisselvalligheid wat meeneemt met enkele buien die dan overtrekken. En ook op zondag met name iets lagere temperatuur. Nog steeds boven de 20 graden. Maar die zomerse 25 graden gaan we op die zondag dan niet meer halen. Dan zitten we inmiddels op de maandag. En dan zien we een krachtig hoge drukgebied boven Centraal Europa. En wij bevinden ons ook onder de vleugels van dat hoge drukgebied. En daarmee gaan we te maken krijgen opnieuw met een opstoot van warmte vanuit het zuiden. Flink wat ruimte voor de zon. En als ik de animatie verder aanzet. Dan zien we wel dat een lage drukgebied dichterbij komt, waarbij de onstabiliteit ook wat begint toe te nemen. Met name op woensdag zou dat wel eens omweer kunnen gaan opleveren. Dus tot en met woensdag. In de nieuwe week hebben we dan nog met droog weer te maken, maar vanaf woensdag wel weer een onstabiele weertype. Maar die temperatuur die blijft dus wel aardig op pijl. En nu we het toch over die temperatuur hebben, daarvoor pak ik dan nog even de temperatuur op zo'n anderhalve kilometer hoogte erbij. Zodat we ook goed zien met welke luchtsoort we te maken hebben. Nou op dit moment dus met een warme luchtsoort. Vaak temperaturen die boven de 25 graden uitkomen in ons land. Tropische waarden zijn meer weggelegd voor Frankrijk en zuidelijke delen van Europa. En als ik dan de animatie aanzet, dan zien we inderdaad dat richting het weekend die stroming wat gaat kantelen. Richting het westen. Tijdelijk ook die bovenluchten die wat minder warm gaan worden. komen zelfs onder de 10 graden terecht. En dan kunnen we die zomerse 25 graden dan vaak ook niet meer halen. Dat is dus wel waarschijnlijk alleen op die zondag het geval. En dan zien we als we ietsje verder gaan in de tijd richting de Nieuwe Week. Dat die warme lucht door dat lage drukgebied op de Atlantische Oceaan weer een weg weet te vinden naar onze regio. En dan zien we gelijk ook die scherpe grens tussen die koelere lucht en die warmere lucht. Waarop dus mogelijk op woensdag dat onweer kan gaan ontstaan. Waar dat precies gaat gebeuren, dat valt nu nog moeilijk te zeggen. Dat kan boven Duitsland gebeuren, kan ook boven ons land gebeuren. Het is in potentie een situatie waarbij onweer kan voorkomen. Maar daar komen we uiteraard in meer detail op terug als dat ook in de korte termijn modellen zichtbaar gaat worden. Nou, als we het toch over de korte termijn hebben, dan pak ik dat er gelijk even bij voor de komende 24 tot 48 uur. Dan zien we goed inderdaad die buien terug, daar waar we op donderdag mee te maken gaan krijgen. Heel erg lokaal, met name landinwaarts kunnen er enkele buien ontstaan lokaal met een klap onweer, maar op de meeste plaatsen is het denk ik morgen gewoon droog met zomerse temperaturen. De vrijdag staat hier nog niet op, maar die gaat volledig droog verlopen onder die rug van hoge druk, dan ook veel zonneschijn en temperaturen die gaan oplopen naar misschien wel 27 of 28 graden lokaal. En daarmee kunnen we dan op heel veel plaatsen opnieuw een zomerse dag noteren. In de weersymbolen voor vanavond ziet het er dan als volgt uit. Op veruit de meeste plaatsen is het gewoon droger. In het zuiden van het land, daar kunnen enkele regen- en onweersbuien overtrekken. Temperatuur is nog lang aangenaam. Zo'n 23 of 24 graden in het midden en zuiden van het land. Wel op de plekken waar die buien natuurlijk niet vallen. Op de plekken waar die buien wat actiever zijn, komt die temperatuur ook een aantal graden lager uit. In het noorden de meeste opklaringen. En door een noordoostelijke wind die matig van kracht is, komt het daar al wat sneller af naar zo'n 18 of 19 graden. Kijken we dan even naar de donderdag, dan zien we toch wel enkele symbolen die ik er heb ingezet met onweer. Het zijn wel hele lokale buien. Ik denk dat de meeste plaatsen het wel gewoon droog gaan houden. Maar als er een bui tot ontwikkeling weet te komen, zou daar zomaar eens onweer bij kunnen zitten. Het wordt opnieuw een vrij warme dag met temperaturen tussen 21 en lokaal nog 25 graden in het zuidoosten van het land. En bij dat alles staat er dan een matige noordoostenwind. Ik had het daarnet al over die vrijdag, dat die waarschijnlijk het zonnigst gaat verlopen. En dat zien we hier ook goed terug. Temperaturen lopen op naar zo'n 24 tot 26 graden. Misschien lokaal wel richting de 27 graden. Met daarbij een zwakke tot matige wind uit de noordelijke richtingen. Het weekend verloopt dus wisselvalliger, dan trekken enkele buien over. Met name op de zaterdag temperaturen dan nog wel vrij hoog met 23 tot 25 graden. Zondag doen we echt wel een stapje terug, op veruit de meeste plaatsen dan 21 of 22 graden. Alleen het uiterste Zuidoosten, daar zou het dan nog wel een graad of 24 kunnen worden. Voor de wat langere termijn pak ik de pluim er dan bij. Daarin zien we ook goed die dip terug op de zondag. Maar alsnog blijven we boven die 20 graden uitkomen. Dan die warmteopstoot op maandag en dinsdag. Zou zomaar kunnen dat we op dinsdag weer richting tropische temperaturen gaan. De lucht wordt dan ook wel weer vochtig, met name op woensdag. Dus dan kan het ook wel wat benauwd gaan aanvoelen. Op die woensdag zien we dus ook heel goed die spreiding terug in de pluim. Omdat dus die grens van die koelere en die warmere lucht boven onze omgeving ligt en het ligt er heel erg aan hoe snel dat doortrekt, in hoeverre dat ook de temperatuur naar beneden gaat brengen. Daarna blijft de temperatuur boven die 20 graden uitkomen, maar tropische waarden zie ik dan niet echt meer terug. Maar over het algemeen temperaturen zo tussen 23 en 26 graden, ik denk dat de meeste Nederlanders daar heel erg blij mee zijn. En de neerslagkansen, toch wel een vrij droge periode, met uitzondering van enkele dagen waarop die buigheid wat toeneemt. Zie we weer goed terug op zaterdag en zondag. Dan zijn er wel enkele neerslagkansen. Maar de neerslaghoeveelheden zijn niet groter. Dan een aantal droge dagen, op woensdag mogelijk weer dat onweer wat eventueel ons land kan gaan aandoen. En daarna blijven de neerslagkansen gematigd. Af en toe kan er een bui vallen. Maar grotendeels is het gewoon droog. En daarmee is het voor heel veel mensen, denk ik, prima zomerweer de komende tijd. Temperaturen richting de 25 graden zien we toch wel vaak terug. En het droge weerbeeld dat overheerst toch wel. Tot de volgende keer.